Nogmaals, vanavond echt. Soms zijn die dingen, die moet je niet missen. Die moet je meemaken. Daar moet je bij zijn. Dus van harte uitgenodigd. Goed, in dat kader van God maakt vrij, wil ik iets delen over het onderwerp het binden van de sterke man. Hè? Dat kunnen we uitlezen in Lucas hoofdstuk 11. Daar gaat Jezus iets zeggen naar aanleiding dat hij een demon heeft uitgedreven. Zoek het vast maar op als u mee wil lezen, Lucas hoofdstuk 11. En van een man die stom was, die niet kon spreken. En daar zat een geestelijke macht achter. En toen die uitgedreven werd, kon die man weer spreken. En dat gaf gedoe. Kun je nagaan, hè? Dan gebeurt er iets goeds. En je krijgt gedoe. Ken je dat? En dat is ook met bevrijding. We hebben ook al eens in onze gemeente, dan vond er een bevrijding plaats en dan gaan mensen de gemeente uit, want ze willen dit niet. Dit staat te ver van hun af en dat snappen ze niet. En wat de boer niet snapt of niet kent, daar wil hij niks mee te maken hebben, daar wil hij van wegrennen. En toch is dit de realiteit. En ik heb gisteren ook, toen ik over de legale gronden sprak, wij kunnen er gewoon niet meer omheen. Wij komen ook in de begeleiding van mensen, krijgen we hiermee te maken en we zullen daar ook inzicht in moeten gaan krijgen. Dat dit ook een onderdeel is van ja, christen zijn, dat je met een strijd te maken hebt. Nou, en dan zeggen ze, oh, Jezus heeft deze macht uitgedreven door de geest van Beelzebul, zeg sorry. Dan ga ik het even oppakken, Lucas hoofdstuk 11, vanaf vers 19. Als ik inderdaad dankzij Beelzebul demonen uitdrijf, door wie drijven jullie eigen mensen ze dan uit? Dus ook in die tijd dreven ook Joodse rabbies ook demonen uit. En Jezus die vraagt, door wie doen zij dat dan? Zij zullen dan ook jullie rechters zijn. Hij zegt, maar als ik door Gods hand demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Ik vind het niet een duidelijker bewijs dat het koninkrijk van God bestaat en dat er ook een koninkrijk van duisternis bestaat als je een bevrijding ziet. Een duidelijker bewijs kun je haast niet zien. En Jezus zegt het ook, als je dit ziet gebeuren, dan is het koninkrijk van God echt ook over jullie gekomen. Want dan moet er een confrontatie plaatsvinden. Dat kan niet anders. Vers 21. Wanneer een sterk, goed bewapend man zijn domein bewaakt, dan zijn zijn bezittingen veilig. En dan staat er, maar nu moet je even opletten. Maar zo gauw iemand die sterker is dan hem aanvalt. En daar ga ik vanmorgen het over hebben. Maar het gaat verder. De volgende keer ga ik het hebben over en hem overwint. Dus aanvalt, hem overwint, dan neemt die sterke hem de wapenrusting waarop hij vertrouwde af. Dus hij wordt ontwapend. Dat is er ook een punt. En verdeelt de buit. En dan zegt hij dit. Wie niet met mij is, is tegen mij. En wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen. Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb. En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg en haalt er 7 demonen bij, slechter dan hij zelf. En ze nemen daarbij blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt en er tenslotte veel slechter aan toe dan voorheen. Nou, eerst wil ik iets zeggen over, het is heel wat jaren geleden alweer. Dat ook wij, Mirjam en ik, als we met mensen begeleiden, dat we tegenkwamen dat er meer aan de hand was dan alleen iets natuurlijks. Dat het zich begon te manifesteren en daar moesten wij ook
in groeien, in een stukje inzicht en kennis hoe daar mee om te gaan. En ik zeg niet dat alles, hè, dat is de andere kant, dat achter alle dingen een demon wordt gezien en dat je weer de andere kant opslaat. Maar ik denk dat wij wel eens te weinig oog voor hebben voor deze realiteit. En wij zijn als Westerlingen zogenaamd ontwikkeld. Wij geloven niet meer in dat bijgelovige gedoe. Dat hoort bij de primitiviteit. Dat zijn wij inmiddels ontstegen. En daarom als zo'n onderwerp aan bod komt, dan weten wij ook niet wat wij er eigenlijk mee moeten. Zoals in andere culturen het veel gewoner is om bewust te zijn van de geestelijke realiteit die er is. En ik heb u misschien hier wel eens verteld dat, nog niet eens zo lang geleden, ik geloof dat het nu een jaar geleden is, dat een persoon uit onze gemeente die zelf ook wat wankel in het geloof stond, die eigenlijk twijfelde of God nou wel of niet bestond. Gelooft hij nu omdat hij altijd zo is opgegroeid of is het echt? Dat een collega bij hem kwam en zei, er zit iets in ons huis. En hij zegt, ik ben atheïst, maar mijn dochter die ziet schimmen en die worden al gewelddadiger. Die beginnen haar nu te bijten. En ja, ik kan mijn dochter ook niet geloven, dus er moet wat zijn. En ze zijn, hij zegt, ik heb oplossingen bedacht, ik heb geestenbezweerders ingeroepen enzovoort. Hij zegt, en het helpt allemaal niet. Weet je, jij bent toch christen? Ja, ja, Christ. Hij zat zelf in strijd, ben ik wel of geen christen? Hij zegt, misschien moet je bij mijn voorganger zijn. Nou, lang verhaal, we kwamen daar, ik had iemand meegenomen. En het bleek, ja, er was in dat huis, ook waar de occulte dingen hadden plaatsgevonden. De moeder van de persoon in kwestie, die had engelen aangeroepen. Ja, het waren geen engelen, maar andere gedaantes. Toen, nou, we hebben daar gewoon openlijk over kunnen spreken, maar omdat ze wat argwanend waren, zeiden ze, we willen gewoon een oriënterend gesprek, we willen niet gelijk overgaan tot allerlei gekkigheid. Dus we mochten nog bidden. Ik heb geschatseviseerd, doe dat weg, doe dat weg, doe dit en doe dat. En we spreken een zegen uit over dit huis. En ze hebben gedaan wat we zeiden, ondanks dat deze man, zijn vrouw geloofde wel, maar hij niet. De volgende dag was het weg. Zelfs een dochtertje zei, ik heb Jezus in mijn hart ontvangen. En dan heb je even te maken met de geestelijke realiteit. Iemand die dus ontwikkeld was, kon het ook niet meer een antwoord vinden in de wetenschap. En bleek toch dat er meer is tussen hemel en aarde dan hij vermoedde. En we lezen in dit gedeelte dat, ja, eigenlijk wil ik spreken over vier stadia's, en ook even de dingen aan, van de geestelijke strijd waarin wij ook zitten. Vier fases, en ik ga ze even noemen. Eerste plaats, de eerste is, wat lazen we? Jezus ging de strijd aan. Daar ga ik vanmorgen iets over zeggen, over het aangaan van dingen. En ik geloof dat Chris vanmorgen ook zei, we moeten niet op de reservebank zitten, maar we moeten in de actie gaan komen. En ik denk, wat Jezus, die kwam niet als een passieveling en keek toe. Hij ging actief deelnemen. Hij bracht de strijd naar de duivel toe. Amen. Zie je dat? Dus hij ging de strijd. Hij zegt, ik ga het huis van de sterke man ga ik binnendringen. En die sterke man moet gaan ontdekken, er is een sterkere dan de sterkere man. Dan de sterke man. Ja, dan belazen ze zo gauw iemand die sterker is dan hem aanvalt. Wij moeten in de aanval. En niet altijd in de verdediging. En daarvoor was Jezus gekomen. Kijk maar, want wat lezen we in Johannes? De Zoon van God is verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. Dat was de missie, de opdracht. We gaan zien, we gaan kerst vieren met elkaar. En we zingen vrede op aarde. Maar ik zou je zeggen, kerst, alhoewel Jezus niet met kerst is geboren, maar goed, dat laat ik even allemaal in het midden. Maar met de geboorte van Jezus, dat was een oorlogsverklaring aan het rijk van de duisternis.
Amen. Hij zegt, ik ga de strijd brengen naar de duivel. Ik ga de werken van de duivel vernietigen. Nou, de volgende keer gaan we ook kijken hoe Jezus Christus overwon. Hoe hij de wapens vernietigde. En hoe hij beslag legt op Satan zijn buit. Nou, wij gaan kijken naar hoe hij de strijd brengt naar de duivel. En dit is een vervulling al van de profetie die God meegaf na de zondeval. Dat hij zegt, ik zal vijandschap zetten tussen jou, zaad, en de zaad van de vrouw. En ja, jij zult dat zaad van de vrouw wel in de hiel bijten, maar dat zaad zal jou de kop vermorzelen. En we weten dat Jezus is de eerste vervulling. Als we openbaringen, hè, we gaan in het nieuwe jaar ook door het boek Openbaringen heen. Ik geloof dat ook wij als kerk, God wil ons meenemen in de vervulling van die profetie. Dat Satan loopt nu nog met een soort hersenbeschadiging rond, maar hij is nog wel actief. Maar wij gaan zorgen dat hij helemaal, in het Engels zeggen, out of business. Dat hij helemaal uit, ja, hoe zeg je dat even in het Nederlands? Uitgeschakeld wordt. Dat hij totaal geen zeggenschap. Want wat zegt Romeinen 16 vers 20? Want weldra zal de Satan onder uw voeten vertreden worden. Dus God zegt, hey, ik heb hem eigenlijk al de genadeklap gegeven. Jullie mogen het werk helemaal afmaken. Samen met mij. En daarom zie je ook, ondanks dat Satan verslagen is, eigenlijk is zijn macht al verbroken. Toch nog zie je dat hij actief kan zijn. En probeert nog op zijn laatste poten nog het koninkrijk van God te weerhouden. Je kunt het verschil een beetje vergelijken met D-Day. Weet je nog, toen de geallieerden Normandië binnenvielen. En toen eenmaal Normandië was gevallen, was de macht van de Duitsers verbroken. Dat was al de overwinning. Toch duurde het nog heel wat maanden, ik geloof anderhalf jaar, totdat uiteindelijk de andere dag kwam, dat was V-Day, Victory Day, waarin totaal de Duitsers capituleerden. En aan het kruis, ja, Satan beet Jezus in de hiel door hem aan een kruis te laten sterven. Maar in de opstanding van Jezus vermorzelde hij de kop. Amen. Dat was die day. En wij zijn nu 2000 jaar later en wij werken toe naar V-Day. Een totale uitschakeling van de duivel. Maar goed, we zien ook dan dat die profetie, dat er een zaad zal komen, iemand uit het nageslacht van de vrouw zal hem de kop vermorzelen. En je ziet ook, Satan is beducht op de volgende generatie. Dat zaad van de vrouw, het volgende geslacht, de volgende generatie. Want uit die generatie, even in het Oude Testament wist hij, uit die generatie, daar kan wel eens degene komen die mij de kop gaat vermorzelen. Dus hij was angstvallig dat er iemand zou komen die dit zou zijn. Dat moest hij zien te voorkomen. En je ziet ook voortdurend dat hij probeert dat zaad te voorkomen om het, ja, om de kans te geven om het te komen. En je leest bijvoorbeeld in Genesis 6 hoe de engelen gemeenschap hebben met de vrouwen. Dat is apart, hè? Hij probeert het menselijke ras, probeert hij te vermengen, zodat dat zaad niet kan opkomen. We zien bij Mozes hoe Farao de Joodse kinderen vermoordt. Want Satan weet, ergens tussen die kinderen zit daar iemand van het zaad van de vrouw. Toen Jezus geboren werd, vond er ook een kindermoord plaats. Er is iets met de generatie die opkomt, want daar komt wel eens
een generatie zijn die hem echt de kop is hem al vermorzeld, maar die hem ook zijn einde gaat inluiden. Waarom denk je dat zoveel strijd is rondom jonge mensen? En ik weet heel goed, elke generatie heeft zo zijn strijd. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, de generatie die nu leeft, die staat onder zo grote druk. Kijk hier vanmorgen, waar zijn de jonge mensen? Amen. Woo. The next generation. Gelukkig, hè, ze komen ook hier. Maar de volgende generatie gaat het weer verder brengen als waar wij het achterlaat. Dat is onze hoop. Maar ik zou je zeggen, de Satan, hij probeert een generatie. We zien zoveel abortussen. Hij wil voorkomen dat er mannen en vrouwen gaan opstaan. Wij moeten zorg dragen voor de volgende generatie. Ouders, het is eerst in plaats jullie verantwoordelijkheid om die volgende generatie klaar te maken. En kerk, wij als kerk moeten dat ook. Want er is iets met die volgende generatie. Die gaat de strijd aan als nooit tevoren. Dus er is dus een strijd. En Jezus zegt, ik ga die strijd brengen bij de vijand. Want weet je, deze vijand die had ooit, was hij binnengedrongen in het hof van God. Was hij binnengeslopen. En hij had gezorgd dat de vijandschap kwam tussen de mens en God. En hij zegt, oké, jij hebt nu gezorgd dat de vijandschap komt tussen mij en de mens. Dan ga ik iemand uit die mens komen en die gaat het vijandschap met jou aan. En wat deed Jezus? Met zijn geboorte drong hij het gebied, ik zou niet zeggen de hof van Satan, maar zo lijkt de aarde soms wel, of niet? Jezus, hij drong het gebied, want nu was Satan de god van deze wereld. Hij heeft het recht van heerschappij uit de handen van de mens gehaald. En hij heeft het naar zich eigen toegeëigend. En vanaf nu ben ik de god van deze wereld. En dat lees je ook in de Bijbel. En wat doet Jezus? Jezus zegt, ik kom het hof, om het zo maar even te noemen, van de duivel binnen. En ik ga zorgen dat er vijandschap ontstaat tussen de mens en hem. Amen. En ik ben als mens, ik word mens en ik ga hun als eerste voordoen hoe zij de duivel kunnen verslaan. En je ziet, Jezus slaat oorlogstaal uit. Wij zijn soms, we hebben van Jezus soms ook iemand gemaakt die alleen maar mak en een beetje een schaapachtig karakter heeft. Maar Jezus is een warrior. Hij is de leeuw van Juda. En hij zegt bijvoorbeeld dit. Hij zegt, nu al, dit is nog voordat het kruis, hè? Dit is Johannes 12. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld. En nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Dit is oorlogstaal. I bring the fight to the devil. Ik breng de gevecht naar de duivel. Duivel, Jezus die zag in de geestelijke wereld. Hij wist wat achter zich afspeelde. En hij zegt, Satan, nu gaat het oordeel over jou geveld worden. Jezus zegt eigenlijk, ik verklaar jou de oorlog. Hij zegt, Satan, je einde is gekomen. Eigenlijk wist Satan vanaf nu, dit is hem. Dit is het vervulling van de zaad van de vrouw. En Jezus zegt dit, als hij aan het einde van zijn leven zegt hij dit. Hij zegt, de heerser van de wereld is al onderweg. Satan had al een troepje mensen klaar om hem uit te schakelen. Hij zegt, maar hij heeft geen macht over mij. Halleluja. In sommige vertalingen staat, hij vindt in mij niks. Er is geen enkel gebied in mijn leven waar hij invloed op uit kan oefenen. En dit is eigenlijk het gebed. Dit is eigenlijk de reden waarom we bevrijding nodig hebben.
Want hij heeft nog gebied in ons leven. Hij weet ons nog uit te schakelen. Hij weet ons nog te verlammen. Hij heeft nog terrein. En gisteren zeiden we ook, we zongen dat lied, He shines in the God schijnt in de schaduw. He shines in the shadow. Weet je, dat is nodig, want in de schaduwen van jouw leven, daar verbergt hij zich. En daar mag geschenen worden met de waarheid van Gods woord. Zodat hij niet langer meer zich kan verbergen. En dat wij ook kunnen zeggen, hey. En of wij dat ooit helemaal kunnen zeggen, laat ik even het midden. Misschien komt er een dag dat we zeggen, yes. Hij heeft geen macht meer over mij. Hij heeft geen niks meer in mij waar hij nog bij mij in kan haken. Of een invalspoort. En dat is de bedoeling. Daarom zegt de Bijbel, geef de duivel geen voet. Geef hem geen ruimte. Want geef je hem een vinger, dan neemt hij de hele hand. En als Jezus zegt, weet je maar, ik ga straks naar de Vader, maar dan komt de Heilige Geest, die komt straks. En wat zegt hij over de Heilige Geest als die komt? Hij zal in ongelijk stellen enzovoort, zonde en gerechtigheid en oordeel. Wat zei Jezus? Het oordeel is al over de duivel gekomen. Wij trekken dit naar ons toe, van oh, de Heilige Geest wil ons veroordelen. Nee. Want wat staat er? Hij zegt zonde. Hij zegt, gaat je overtuigen van mensen die nog niet in hem geloven. Die moeten weten dat ze zondaren zijn en dat ze bekeerd moeten worden. Dat is wat hij doet. Hij zegt, en gerechtigheid, hij zegt, dat ga ik aan jullie laten zien. Want ik ga naar de Vader en dan zullen jullie weten dat jullie gerechtvaardigd zijn door mij. Hij zegt, maar het oordeel, dat is voor de heerser van deze wereld. Zie je? Die moet geoordeeld worden. Jezus wil niet mensen veroordelen. Hij wil mensen redden. Maar hij gaat de duivel niet redden. De duivel die leeft onder het oordeel van God. En wij mogen dat oordeel ook hem toezeggen door de kracht van de Heilige Geest. En wat krijg je? Dat mensen denken, oeh, nou word ik ook een beetje bang. Vaak worden mensen wat bang voor de duivel. Vooral als ze manifestaties zien. En gisteren was er ook een demon die sprak van dat hij me haatte. Dat hij me van alles wou aandoen. Ik heb inmiddels geleerd, ik hoef niet bang te zijn. En Jezus zegt ook, weet je. Als je door de vinger van God demonen ziet uitgedreven worden. Alleen maar de vinger. Dus God zegt niet van, Jezus zegt niet door de arm van God. Of door Gods been, hè, dat zou je zeggen, dat zijn krachtiger lichaamsonderdelen. Nee, slechts één vingertje. Gisteren zei Diane, ook sprak nog even later met haar, en ze zei, hè, want ze was ook mee aan het bidden. Het probleem is niet de demonen, want die zijn er lang over, want dat is gewoon dit. Het is vaak dat mensen er nog het aan vasthouden, of dat nog gebied geven. Het probleem zijn niet de demonen om ze uit te drijven, maar de mensen. Die weten niet hoe ze ervan vrij kunnen komen. Maar bang voor de duivel is onnodig. Maar dat neemt niet weg dat hij soms. Mirjam vorige week getuigde ze ook, mijn vrouw. Dat is ook alweer, misschien 2 jaar geleden. Daar waren we in Engeland. En ze werd op een gegeven moment. Eerst stond ze in de douche en ze zag een soort schim in de douche. In de douchewand, hè, op dat glazen douchewand. Dat is gewoon net toevallig. Ze veegt dat weg en het bleef. Oeh, in de naam van Jezus. En s'avonds, die avond op bed, werd ze echt overvallen door iets wat haar keel dichtkneep. En ze kon niks uit. Ik sliep daarnaast, dus ik had niks door. En ze kon niks uitbrengen. Ze kon alleen denken in Jezus' naam. En toen ze zei, ja, ging het van haar af. En kwam er weer lucht. Gewoon in de naam van Jezus. We hebben gezongen over de naam van Jezus. Maar weet je, dit is de realiteit. Er is kracht en autoriteit in de naam van Jezus. Daardoor hoeven wij niet bang te zijn. Ik had ook
Nou, zo'n half jaar geleden, denk ik. Of misschien drie kwart jaar. Ook via een gemeentelid. Een van haar familieleden die 's nachts ook werd aangevallen. En, maar nog niet toe is aan bekering. En je moet oppassen dat je niet dingen gaat doen zonder dat iemand bekeerd is. Want we hebben net gelezen, als het huis leeg blijft, dan komen ze 7 keer zo erg terug. Dus ik denk, nou, ik ga het gewoon tegen hem zeggen, weet je wat je moet doen? Je legt gewoon maar je Bijbel open, een Bijbel open op je slaapkamer. Want wat zegt de Bijbel namelijk? Dit. Er staat, als uw woorden opengaan, is er licht. Zie je dat? En hij zei tegen mij dat hij er sindsdien geen last meer van heeft. Dus niet dat hij al bekeerd is, niet dat hij al bevrijd is. Maar hij komt nu af en toe in de dienst. Afgelopen vrijdag, zondag was hij er ook. En ik deed een uitnodiging en hij zei later tegen me, ik stak bijna mijn hand op. Ik stak bijna mijn hand op. En ik geloof dat hij vanavond ook komt. Dus, weet je, dit is de realiteit, mensen. Als Gods woorden opengaan, en dat is waarom jij het woord van God ook moet lezen. Ik weet niet hoe vaak bij jullie de Bijbel opengaat. Want als jij je leven niet vult, en daar ga ik straks nog iets over zeggen, als Jezus zegt, een demon die uitgaat en het huis is leeg, dat wil zeggen dat er een vacuüm achterblijft. En ik zou je zeggen, een vacuüm wordt altijd weer opgevuld. Zelfs de natuur leert ons dat een vacuüm altijd weer ergens mee wordt opgevuld. En waar vul jij en ik ons leven mee? Met het licht van Gods woord? Of toch nog met de dingen van de wereld? En die niet altijd verkeerd zijn, maar het is wel een onderdeel van het systeem. Want als de Bijbel zegt over dat hij de God van deze wereld is. Dat is wat de Bijbel bijvoorbeeld zegt in 1 Johannes. De hele wereld is in de macht van hem die het kwaad zelf is. Als de Bijbel het over de wereld heeft, heeft het niet over meteen over de bloemen, de natuur en de bergen en de zeeën. Ik geloof de aarde is van God. God is de oorspronkelijke eigenaar van de aarde. Dus niet zozeer, en als Johannes 13 zegt, al zo lief heeft God de wereld, dan heeft hij het over mensen. Dus doe niet dat God zegt dat mensen van de aardbodem moeten verdwijnen. Nee, als hij het over de wereld heeft, over de God van deze wereld, dan heeft hij het over het systeem van deze wereld. Dat is, weet je, het systeem wil zeggen, de wereld bepaalt hoe wij moeten denken. De wereld heeft haar normen en waarden en dat is waar jij ook in mee moet gaan, want dan hoor jij ook bij die wereld. Dat is het waardesysteem. En daarvan is Satan de God van. En hij gebruikt het systeem van deze wereld, de media, alles, om jouw denken zo te vormen. Weet je wat hij aan het doen is? Hij is jou aan het beschermen voor Jezus. Hoor je dat wat ik zeg? Hij wil jou bij Jezus vandaan houden. Dat jij niet actief, en we hebben het over actief van de reservebank afkomt en werkelijk voor Jezus gaat leven. Hij wil jou daarvan beschermen. Oké, dat je dan nu in Jezus gelooft, nou jammer, maar dan niet. En hij gebruikt het systeem van de wereld. En wat houdt daarbij? Het is materialisme. Ga maar leven voor carrière. Ga maar leven voor een groot huis. Ga maar leven voor alles wat jou afhoudt. Maar ga je niet bezighouden met Jezus. Word niet te fanatiek. Kom niet te vaak naar de kerk. Kom alleen als je kan, als je wil, als je goed voelt. Ga maar lekker in een vacuüm leven. Hou het leeg, hou het huis leeg. Want dan heb ik het maximale grip. Het systeem van de wereld. Daar is hij de God van. En hij gebruikt het systeem om mensen in slaap te sussen.
mensen druk bezig te laten zijn met, hè, wat lazen we in het volgende vers, wat staat er hier, staat er, hè, de heerser over de macht van de lucht, de geest die nu werkzaam is, even kijken, is het de volgende vers, ja, wandelen in de zinloosheid van hun denken, dat is wat hij wil. Wees bezig met dingen die totaal eigenlijk geen zin hebben. Ga uren achter een computerspelletje, verpruts je tijd gewoon uren met zinloosheid, dan ben je tenminste niet bezig met dingen waar je misschien eventueel mee lastig kan vallen. De zinloosheid van je denken. En vooral Jezus, de naam van je, hij gebruikt het systeem van deze wereld om Jezus zijn naam zo laag mogelijk te krijgen. Je moet niet gaan geloven dat er redding is in de naam van Jezus. Je moet niet gaan geloven dat er bevrijding is in de naam van Jezus. Nee, die naam van Jezus moet voor jou zo meest machteloos. Ik hoorde een getuigenis. En ik weet niet of ik het, ja. Ik wil je er niet mee belasten, maar. Er is een, ik weet niet of, oh ja, nou ja. Was iemand die had ook een bevrijding. En in die bevrijding werd. De demon noemde Jezus de macht. Oh, jij gelooft in die machteloze. En daar bedoelden ze Jezus mee. Zo willen ze Jezus portretteren in een andermans ogen. Satan wil jou laten geloven dat hij machteloos is. Dat er geen kracht is in de naam van Jezus. En dan gebruikt het systeem. Waarom hoor je in een vloek alleen maar Jezus Christus? Waarom niet Boeddha? Want in Boeddha, ja, er zit kracht in de naam van Jezus. Boeddha is voor de duivel geen bedreiging. Dat is een van zijn instrumenten. Zie hoe hij het systeem van de wereld gebruikt om jou en mij te beschermen voor Jezus. Het wordt tijd dat we het gevecht aangaan met hem. De zinloosheid van je denken. Hij probeert mensen te verduisteren, zoals hier staat, dat je het niet kan zien. Een bedekking door de verharding van hun hart. Maar hij zegt, wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat verkondigen, geldt dit niet alleen voor hen die verloren gaan. Maar staat er, de ongelovigen van wie de gedachten door de God van deze wereld zijn verblind. Nogmaals, hij wil jou weghalen. Hij wil niet dat jij gaat denken over Jezus. Dat je gaat denken over de dingen van hem. Hij wil die sluier op je denken houden, zodat je blind wordt. Maar ik zal je zeggen, en ik ga langzaam afsluiten hoor. Hij wil jou weghouden van Jezus. Hij wil deze wereld afhouden van Jezus. Terwijl wat deze wereld nodig heeft, er is maar één naam door wie deze wereld gered kan worden, en dat is door Jezus. Weet je, hij wil jou afhouden van Jezus, nou dan weet je wat er eigenlijk gebeuren moet. En er is een nieuwe film uit. En we zijn ermee bezig om die film, dat we die als gemeente ook kunnen laten zien. Je kunt hem ook al zien op film, op Pathé volgens mij. Maar het is de Jesus Revolution, heet die. Was je gehoord, die film? Er is een waargebeurd verhaal in de jaren 60, 70, onder de hippies, dat er echt een Jezus-revolutie plaats heeft gevonden. Echt de hippies die echt stoned waren, maar die ook dachten, we gaan de wereld verbeteren. En die onder de invloed waren van drugs en alles en nog wat, ook Oosterse godsdiensten. Kerken liepen leeg. De wereld was in oorlog, de Vietnamoorlog, alles. Een beetje misschien waarin wij leven. Een soort, eigenlijk is de tijd van toen, het lijkt een beetje op de tijd van nu. En God deed een soeverein werk onder de hippies. En over de hele wereld, vooral in Californië daar, maar ook over de hele wereld kwamen mensen tot geloof uit die wereld. En er ontstond een Jezusrevolutie. Hier, zelfs Time Magazine in die tijd, die schreef een artikel over, van er is een revolutie aan de gang. En dat noemden ze de Jesus Revolution.
Nou, wat we nodig hebben vandaag is opnieuw een Jezusrevolutie. Amen. Maar het begint bij ons. Dat wij weer gaan geloven in de kracht van de naam van Jezus. En dat wij niet langer meer gaan leven in een vacuüm. Dat wij niet meer gaan zitten op de reservebank. Hey, we gaan in actie komen. Hey, als er gebeden moet worden, dan zijn we om te bidden en te strijden. Want we brengen het gevecht naar de duivel. Kijk me aan. Jullie zien misschien, ja, maar ik ben wat zwakker en ik ben wat ouder. En ik ben, weet je, ik zie niet ouderen of zwakken of jongeren. Ik zie warriors. Ik zie strijders in de Heer. Die kracht hebben als ze gaan geloven en gaan opstaan. Dan gaat Gods koninkrijk gaat baanbreken. En dan zal Satan zijn terrein moeten loslaten. Dus met andere woorden, eigenlijk zegt Jezus, als je niet voor mij bent, dan ben je tegen mij. Als je niet bijeenbrengt, als je passief zijn, eigenlijk als je dan passief bent, dan sta je eigenlijk al aan de andere kant. Je kunt niet neutraal blijven in dit gevecht. Je kunt niet zitten, toekijken en laten het aan je voorbij laten gaan. Hij zegt, neem deel. Stap op. Laten we, ja, meer dan ooit tevoren gaan leven voor de glorie en de heerlijkheid van de naam van Jezus. Zullen we de Heer een klap offer geven? Halleluja! Woo! Amen! Halleluja! En misschien kunnen we het lied zingen in Jezus' naam. Jezus, hij vecht voor ons. Da, 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 da. Ja? Oh, mooi. Maar voordat we gaan doen. In de tijd van Saul was de ark buitgemaakt en was nog wel in het land teruggekeerd, maar aan de rand. Maar God zegt, de ark moet naar het centrum, Jeruzalem. Alleen wat zag je, als dan de ark weer in het centrum komt, dan gaat de vijand ook weer actief worden. Maar daar moeten we niet bang voor zijn. Eigenlijk wat God wil doen is weer de ark in jouw leven, een beeld van Jezus, dat hij van de zijkant in je leven, als een bijzaak, dat hij terugkomt in het centrum van je leven. De hoofdzaak. Dat alles in mijn leven in teken zal staan van hoe zal dat effect hebben op mijn relatie met hem. Hoe gaat wat ik ga doen, de keuze die ik maak, dat altijd hij de centrale figuur is in mijn beslissing. Want ik wil dat hij in het centrum staat. Hij moet de nummer 1 zijn. En dan gaan we het gevecht kunnen brengen naar de duivel. Amen. Halleluja, zullen we gaan staan?